Op dit grasveld aan de achterkant van het ziekenhuis komt een kant-en-klare unit te staan van zo'n 650 vierkante meter. Daarin komen 20 tot 24 bedden voor de dagbehandeling. De vrijgekomen ruimte in het ziekenhuis wordt gebruikt voor de spoedpatiënten. We hebben goed gekeken van die spoedpatiënt, die vraagt speciale aandacht. Die hoort op onze spoedafdeling binnen te komen, gaat ook gebeuren. Maar daarna zal die patiënt ook opgenomen moeten worden. En dan kun je dat beter doen in de kliniek, zeg maar op de verpleegafdeling, waar toch al de zorg klaar staat, dan dat je dat weer in een aparte unit naast het ziekenhuis doet. Vandaar dat we die keuze maken. De spoedeisende hulpen in Hogeveen en Stadskanaal worden begin volgend jaar opgeheven. Er blijft een basisspoedpost over voor lichtere verwondingen zoals kleine botbreuken en snijwonden. De ergere verwondingen worden doorverwezen naar Assen. De noodunit staat er naar verwachting 2 jaar, maar de uitbreiding van de spoedeisende hulp is permanent. We zijn met een nieuwbouwplan bezig, of een verbouwplan. En om te kunnen verbouwen heb je altijd een beetje schuifruimte nodig, omdat je nou eenmaal met de verbouwing bezig bent. Over 2 jaar verwachten we zoveel ruimte weer te hebben ten gevolge van het gereed zijn van verbouwingen, dat dan die patiënten daar opgevangen kunnen worden in het gebouw. Niet alleen het ziekenhuis wordt uitgebreid, er worden ook meer verplegers en artsen aangenomen om de toestroom aan te kunnen. De noodunit wordt binnenkort geplaatst. In februari moet de nieuwe afdeling draaien.